iedereen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe struggle video. Vandaag ga ik de struggles behandelen van een YouTuber. Let's get started! Punt 1. Geen inspiratie hebben. Geen inspiratie hebben voor je video's betekent tot op het allerlaatste moment nog proberen er iets van te maken, maar het lukt uiteindelijk niet. En vervolgens heb je geen video. Ja, gelukkig werk ik altijd een paar weken voor. Maar als je dat dan uiteindelijk niet doet, dan heb je gewoon geen inspiratie meer, geen ideeën meer. En het is gewoon echt heel irritant. Punt 2. Vergeet je video in te plannen. My god. Ik plan mijn video's altijd om 4 uur in. Maar stel het is per ongeluk niet gelukt om in te plannen of weet ik veel wat. Dan kom je er als je thuis komt om 1 uur of 6:30 pas achter dat die niet online is gekomen. Great. Punt 3. De vragen die je krijgt van alle mensen die er niet van snappen. YouTube, wat doe je dan? Dus het is je bijbaantje. Hoeveel verdien je daar dan mee? Je maakt toch eigenlijk gewoon video's? Waarom ben je altijd zo druk? Er is toch niet zoveel werk? Maar hoeveel volgers heb je dan eigenlijk? Kijk je daar echt mensen naar? En ga zo maar even door. Punt 4. Video's die gewoon niet lijken te lukken. Sommige video's neem ik in 1 keer op en dat gaat helemaal soepel en vloeiend. En ook het editen gaat super makkelijk. Maar de andere keer heb ik een video waarin ik gewoon niet uit mijn woorden kom. En sommige zinnen echt 1000 keer probeer, maar het lukt gewoon niet. Punt 5. Je bent een video aan het opnemen en je hebt al je ramen mooi open en belicht. En ja, gewoon mooi dat het belicht is. En dan vervolgens lopen er mensen buiten of je buren zitten heel leuk voor aan de voorkant zo te kijken. En dan kijken ze naar binnen en dan denk je echt van, wat de fuck is dat meisje aan het doen? Gelukkig weet ondertussen mijn bijna hele buurt wat ik doe op YouTube, maar het is alsnog best wel awkward. Punt 6. Nog een heel awkward moment. Mensen die je video's gaan kijken in jouw bijzijn. Ik weet niet wat het is en waarom we dat niet chill vinden, maar ik ken bijna niemand die het leuk vindt om zijn video's, zeg maar, te bekijken met iemand. Nee, ik weet niet. Ik kan er gewoon niet tegen. Ik irriteer me er vaak aan mezelf gewoon. Het is ook zo omdat wij hebben de video opgenomen, gecheckt, nagekeken, zeg maar, qua of het allemaal oké is, of het niet nog een keer hoeven op te nemen. We hebben het geëdit. Nou, dan moet je het bekijken als ongeveer 3 keer zien, de hele video. Dan hebben we het nog nagecontroleerd. En we hebben hem nog nagecontroleerd op YouTube. We hebben ongeveer die video, nou ik wel in ieder geval, hebben hem al 10 keer gezien. Hoef ik hem niet nog een keer te zien. I'm sorry. Punt 7. Je bent altijd bezig met YouTube. Het maakt niet uit waar ik ben en wanneer, hoe laat het is. Ik denk altijd wel na over mijn YouTube account. Ik denk altijd na over of er een video online is, of ik inspiratie op kan doen. Welke dag. Ja, het is gewoon echt heel erg. Ik ben er altijd mee bezig, laat ik het zo zeggen. Als ik thuis kom, ben ik er mee bezig. Als ik op school ben, ben ik er mee bezig. Dus het is altijd YouTube, YouTube, YouTube. Punt 8. Geen tijd hebben omdat je zo nodig naar school moet. Stel je hebt bijvoorbeeld een tentamenweek of een hele drukke week op school. En je wil ook nog een YouTube video maken. Want ja, je bent wel. Want ja, je volgers verwachten wel dat je elke week een video plaatst. Ja, dan heb je echt zoveel stress gewoon. Tuurlijk, je moet prioriteiten stellen en school gaat bij mij altijd voor. Maar het is gewoon heel erg vervelend als je gewoon niet je ding kan doen. En het altijd zo stresserig is. Punt 9. In de winter video's opnemen. Ja, dat gaat dus niet. Ja, oké, behalve in het weekend. Maar na school, als je om 4 uur thuis bent, dan is het al donker. En dan kan je dus echt geen goede belichte video meer maken. Ongeveer vanaf 10:30 is het pas echt goed belicht. En eigenlijk na 2 uur is het alweer wat minder. Dus tussen die tijden moet je video's opnemen, omdat je dan de beste belichting hebt. En ja, dan heb je ook nog een sociaal leven. Het is gewoon zo ontzettend druk en zo lastig om te plannen in de wintertijd. En punt 10, mijn grootste struggle. Mijn camera die leeg is, net als ik weer ga filmen. Of iets minder erg dan je SD-kaart die vol is. Moet je hem eerst helemaal gaan legen en dan eens op je computer zetten. En dan kan je pas gaan filmen. Ah, zo vervelend. Goed, en dit waren mijn struggles van een YouTuber. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat alle YouTubers zich er een beetje in konden vinden. Waarschijnlijk als kijker zijnde snap je misschien niet helemaal. Kan je misschien niet helemaal herkennen, maar ik hoop wel dat je wat meer begrijpt over het zijn van een YouTuber. Volgende keer behandel ik weer een andere struggle video. En heb je daar nog ideeën over? Laat het vooral achter in de reacties. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!